Yeah. Joint Radio, welkom. Mijn naam is 9G Music. En het is een joint politics, dus Anaïs, neem het over. Goedemiddag, daar zijn we dan op deze regenachtige dag. We hebben net hagel ook gehad. En we hebben ook tegenslag, want een van onze gasten, Brenda Soutella, die is helaas verhinderd door ziekte. Brenda, beterschap vanaf deze plek. En onze andere gast, Kevin P. Robinson, die is onderweg, maar die komt wel aan. Maar wij hebben wel in de studio. Stel jezelf even voor. Mijn naam is Marco Ruitenberg. Ik kom uit Lansingerland. Dat ligt vlakbij Rotterdam. Dank jullie wel voor de uitnodiging trouwens om hier te zijn. Graag gedaan. Yes. En langs deze weg Brenda, ook van harte beterschap. Ik hoop dat je snel weer op de benen bent. Ja, Marco. Je bent hier in de hoedanigheid als van GroenLinks. Afgevaardigd van jouw partij van GroenLinks, zeg maar. Mm-hmm. En je werd al op het internet werd tegen jou gezegd van ik hoor jullie niet. Waar staan jullie in de hele affaire wat zeg maar Zwarte Piet aangaat en ook wat raciale problemen in Nederland inhoudt? Wat vind je daarvan over het algemeen? Je mag ook op eigen titel praten hoor, als je dat liever doet. Nou, mijn eigen titel komt wel heel erg overeen met wat GroenLinks hier ook vindt. Het klopt dat in de grote media, dat je hoort daar inderdaad Jesse Klaver, hoor je niet praten over wat er allemaal gebeurd is. Dat we helemaal het zwijgen ertoe doen, dat klopt niet helemaal. Katelijn Buitenweg, dat is de vice-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, die heeft via Twitter heeft ze er meteen vragen over gesteld, over wat er gebeurd is in Friesland vorige week. Er zijn vragen over gesteld in de Tweede Kamer. Volgende week is er een debat over. Dus er is wel degelijk aandacht is er over. En het belangrijkste is dat het standpunt van GroenLinks in de hele Zwarte Piet discussie is dat Zwarte Piet moet veranderd worden. Hoe het er nu uitziet, dat is niet meer van deze tijd. Hier praat ik wel even voor eigen titel nu. Ik vind het ook echt een vorm van racisme en discriminatie die niet meer hoort. En je moet daarin veranderen. Ook omdat een feest alleen maar leuk is als iedereen deel kan nemen aan dat feest. Ja. Op dit moment zijn er te veel mensen die last van hebben, die het niet leuk vinden. En een feest is dan gewoon niet leuk. Daarom ben ik er een heel groot voorstander van, in ieder geval dat Zwarte Piet verdwijnt. Wat mij betreft wordt het roetvegen Piet. En dat is een mening die ook gedeeld wordt binnen de partij. Ook daar vinden wij dat het tijd is voor aanpassing. En dat de raciale karikatuur die er nu is, dat die niet meer is. Geen afro-pruiken, geen rode lippen, geen grote oorbellen die er zijn. Gewoon de roet vegen en dan kan iedereen deelnemen. Dan is het voor iedereen ook een leuk feest. Ja, nou, ik denk dat wij ons daar ook wel in kunnen vinden. Zo. En nu even over jou persoonlijk. Je bent dus lijsttrekker voor GroenLinks. Ja, klopt. Nou, vertel daar eens wat over. Ja, wat wil je weten erover? Behalve dat het leukste baan is die je... Nou, het is niet echt een baan, het is een bijbaantje. Een uit de hand gelopen hobby, kun je ook wel zeggen. Maar het is de leukste uit de hand gelopen hobby die je maar kunt voorstellen. Ik ben... sinds 2012 ben ik lid geworden van GroenLinks. Ik ben in 2014 bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ben ik ook echt daadwerkelijk actief geworden voor GroenLinks. Omdat ik vind dat het... dat het een club met mensen is die hele goede idealen heeft, waar ik me heel erg bij aan kan sluiten. We staan voor gelijkheid van mensen, ongeacht waar je wieg staat, ongeacht wat voor kleur je hebt, ongeacht van wie je houdt. Wij willen dit land verbeteren en zorgen dat Nederland, het is al een mooi land, maar dat het nog mooier, nog beter wordt voor iedereen. Daarbij wil ik beginnen in Lansingerland, om te zorgen dat dat ook een gemeente is waar iedereen erbij hoort, waar iedereen zich thuis kan voelen en waar we niet kijken naar of je toevallig uit Berkel en Roderijs of uit Blijswijk komt. Maar dat je puur kijkt van, joh, wie ben ik? Wat kan ik bijdragen aan deze maatschappij? En waar zijn we voor iedereen? Sinds dit jaar ben ik lijsttrekker. Ik ben op 9 november door de leden met algemene stemmen verkozen. Heb de afgelopen 4 jaar al in de commissie ruimte gezeten voor Lansingerland. Ik ben er onder andere initiatiefnemer van de regenboog zebrapad in de Herenstraat in Berkel en Roderijs. Omdat ook wij vinden dat... dat hoewel wij hebben geen grote LGBTQI-gemeenschap in Lansingerland. Maar je moet wel aandacht geven ervoor dat ook daar dat mensen er last van kunnen hebben. Dat als ze hand in hand lopen, dat ze aangevallen kunnen worden. Er was nu in Arnhem is er nu een uitspraak gedaan dat het geen homohaat is met de twee mannen. Ja, het is van de zotten natuurlijk. Het is overduidelijk dat het komt omdat ze hand in hand liepen. Daar wil ik graag op lokaal niveau in ieder geval mijn steentje voorbij doen.
bijdragen. En ik denk dat het beste kan gewoon in de vorm ook van lijsttrekker. Oké, en vind je ook dat het dan jouw plicht is, je heilige plicht, om iets te proberen te veranderen aan racisme en fascisme, zoals die op het moment aan het opkomen is in de, ook vooral in de politieke wereld? Tuurlijk. Natuurlijk is dat een heilige plicht. Je moet strijden tegen dat soort gif wat de maatschappij in sijpelt. Mensen als Baudet, Wilders, Bosma, noem ze allemaal op, die verspreiden een gif en een haat wat via de sociale media opgepakt wordt, waarbij een aantal mensen gewoon echt van God los zijn met wat ze allemaal durven en menen te roepen. Dit is een gif dat we ten alle tijden moeten bestrijden. Zo keihard mogelijk en bestrijden met woorden. Hè. Laat dat wel even duidelijk zijn. Ik ben absoluut tegen gewelddadige acties. Van mensen blijf je gewoon af, in wat voor situatie dan ook. Maar je moet ze bestrijden met woorden, je moet ze bestrijden met feiten. En je moet ervoor zorgen dat iedereen gewoon deel kan nemen in deze maatschappij. Denk je ook door mensen zoals een Wilders en een Baudet, die dus eigenlijk het racisme en fascisme toch een beetje faciliteren op hun manier, dat daardoor de maatschappij ook harder wordt en dat men daardoor ook meer tegenover elkaar komt te staan? Ja, want het wordt normaler gevonden. Als jij in de Tweede Kamer kan zeggen wat Wilders zegt, doe eens normaal en pleur op. Trouwens ook iemand als Mark Rutte, die tegen mensen zegt die hier geboren zijn van als je het niet bevalt, pleur op. Nee. Ik zou verwachten dat de premier van mijn land, de premier die hier is voor alle Nederlanders, ongeacht wat je eventuele etniciteit is en misschien eens waar je ouders vandaan komen. Ik verwacht dat mijn premier daar open voor staat en dat hij zegt van we omarmen iedereen in dit land. Niet zeggen pleur op of waar je vandaan komt. En zolang dat gezegd wordt, gaan mensen denken van nou als hun het zeggen, dan kan ik het ook zeggen. Ik ook, ja. Je hebt als politicus, dat moet je goed realiseren en zeker mensen die in de Tweede Kamer zitten, je hebt een voorbeeldfunctie. Het wordt normaal gevonden. Als mevrouw Ollongren zegt dat je begrip moet hebben voor de mensen die in Friesland daar een snelweg blokkeren, daar moet je helemaal geen begrip voor hebben. Juist niet. Mensen worden daar een democratisch recht opnemen om te protesteren. De mensen... Het is een delict, hè? Ah, absoluut, het is een delict. En het openbaar ministerie... Kijk, ik wil niet op de stoel van het openbaar ministerie zitten. Even voor de uitleg. We hebben het dus niet over de mensen die in de bussen kwamen, maar nee, over de mensen die de weg blokkeerden. Ja, we hebben het over de Koenen Friese, zoals ze genoemd worden in de media. Nou ja, ook niet alle Friese, maar... Nee, maar natuurlijk, er zijn genoeg Friese die inderdaad ook er tegen zijn. Ik ben ook heel blij met de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Friesland, waarbij in Leeuwarden bijvoorbeeld de PvdA de grootste partij is geworden, waarbij de GroenLinks ontzettend gestegen is. Wat echt wel laat zien dat er een heel veel Friese zijn die absoluut wel begrip hebben en tolerantie hebben voor andere mensen. Maar ik heb het inderdaad even nadrukkelijk over de mensen die de snelweg daar blokkeerden. Ja. Die daar dus zorgden dat er een ongeluk zijn gebeurd, dat er blikschade is. Gelukkig geen lichamelijke slachtoffers. Maar nog veel belangrijker, die daar een grondwettelijk recht wat mensen hebben om te protesteren met voeten treden. En waar een minister dan van zegt van je moet begrip hebben ervoor. Nee, je moet helemaal geen begrip voor hebben. De politie had moeten optreden en had ervoor moeten zorgen dat de mensen in de bus een vrijgeleide hadden gekregen naar Dokkum, waar ze in alle rust gebruik zouden kunnen maken van het democratische recht wat ze hebben om te protesteren. Dat hadden we moeten doen en niet wat we nu aan het doen zijn. Plus hadden toestemming. Ze hadden toestemming om te... En dan komt de burgemeester naar de rand met een flauw iets van... Ja, maar het is nu al te laat. Het is verlopen. Ja, dan moeten we al even aangeven dat je hebt in Nederland geen toestemming nodig om te demonstreren. Demonstreren is een recht. Ja. Je moet een demonstratie moet je aanmelden. En dan vervolgens kun je met het bevoegd gezag kun je in discussie gaan van... Op wat voor manier doe je demonstratie? Dan kan eventueel het bevoegd gezag een demonstratie verbieden als men bang vindt dat de publieke orde of veiligheid daarmee in het geding is. Maar de essentie is dat je het recht hebt om te demonstreren. Is het eigenlijk niet heel erg... Oh, sorry, jij wil? Ga maar. Eigenlijk wat jij eigenlijk net benoemde, bijvoorbeeld dat pleur op. En je moet er begrip voor hebben. Wat mij heel erg opvalt is eigenlijk het ontwijken van aanpakken van problemen. Dus heel vaak is het... Vaak roepen we benoemen iets, maar we hebben geen concreet plan of actie voor of een oplossing voor bijdragen. Dus als je het niet bevalt, pleur op. Dan wordt er niet gekeken van waarom gedragen deze mensen zich op deze manier zo en waar komt dit vandaan? En is dat denk je eerder een tactiek van te ontwijken of is het gewoon laksheid?
Ik denk dat het eigen beetje gewoon laksheid is. Ik bedoel, we hebben natuurlijk nu een premier die te maken, die al een keer gezegd heeft van ik heb geen visie. Want ik vind de visie vind ik vooral lastig. Hij wil vooral pragmaticus wil die zijn. Ja, dat is... Hij heeft geen visie. Nee, nee. Niet in mijn... Ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op een visie in ieder geval. We zoeken nog. Ja, inderdaad. Ja. En dat zoeken we nu al heel erg lang. En het is tijd dat die zoektocht een keer beëindigd wordt. En dat we zeggen van nou meneer Rutte, het is leuk geweest. U heeft uw kans gehad. Tijd om het aan iemand anders over te laten die wel een visie heeft over hoe we deze maatschappij terug gaan brengen naar proporties waarin mensen respect en begrip voor elkaar hebben. Waarin je wil openstaan voor elkaar en voor elkaars verhaal. En niet polariserend tegenover elkaar staat en elkaar probeert uit te schelden en andere vervelende dingen doet. Dus... Vind je het ook niet raar dat de minister-president helemaal niets gezegd heeft hierover? Althans, hij heeft het niet veroordeeld. Ik heb niet gehoord dat hij openlijk in de media heeft gezegd van ik ben tegen het blokkeren van de openbare weg. Sterker nog, hij heeft gezegd van dat je vooral toch niet moet willen dat boze demonstranten in de buurt van kinderen komen. Ja, dat moet... is wat hij gezegd heeft. Nou, in mijn ogen is dat bijna alsof je... Misschien heeft hij het niet zo bedoeld, maar de argeloze luisteraar die zal wellicht denken dat hij het eens is geweest met het feit dat er een blokkade is geweest. Zodat je in ieder geval zorgt dat die boze demonstranten niet in de buurt van de kinderen kwamen. Overigens is de hele actiegroep Kick Out Zwarte Piet is een absoluut vreedzame demonstratie. Er is nog nooit ook maar iets gebeurd daarbij. In Amsterdam, toen er voor de eerste keer gedemonstreerd is er zeggen en schrijven één arrestatie geweest. En dat had niet iemand van Kick Out Zwarte Piet. Dat was iemand die een protest had gedaan tegen het staatshoofd. Fuck de koning. Ja. Dat was die jongen inderdaad. Die is toen gearresteerd en die is uiteindelijk nog vrijgelaten. En dat hebben ze gewoon gelaten omdat Willem-Alexander zichzelf ging mee bemoeien. Van ja joh, als je dat wil zeggen, vind best. Ja, dus het is een absoluut vreedzame demonstratie. En als je als premier zegt van je moet boze demonstranten niet in de buurt van kinderen laten. Eigenlijk zeg je daarmee... Ik ben het eens met het feit dat die demonstranten Dokkum niet gehaald hebben. Absoluut een heel verkeerd signaal dat je moet geven. Je moet als premier moet je opkomen voor de basisrechten van iedereen. Elke Nederlander. Exact. Conform de wet, want dat doet hij niet. Want de wet is daar heel duidelijk over. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik vind het zo flauw dat er iedere keer met die kinderen geschermd wordt. Kijk, die kinderen, ik heb zelf ook nichtjes die donker zijn. Ik zit trouwens nu letterlijk te... Denken twee mensen die tegenover elkaar zitten een kind pakken en beginnen te schermen. Ik vind het een heel leuk idee trouwens, moet ik eerlijk toegeven. Nee, maar ik vind dat zo minderwaardig. Want eigenlijk is het gewoon een soort van instituut van racisme van binnenuit. Wat men dan niet zozeer durft te zeggen. Dus dan gaan we maar zeggen Zwarte Piet moet blijven. De onderbuikgevoelens op die manier uiten. Bovendien slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, een kind... De kinderen die nog in Sinterklaas geloven, voor hun maakt het echt geen bal uit wat voor kleur zo'n Piet heeft. Of die nou zwart is, of bruin, of groen, of pimpelpaars met gouden stipjes. Hij moet vooral lief zijn, grappig zijn, snoepjes uitdelen en speelgoed uitdelen. Ik weet wel zeker dat ze zich hier druk maken welke Pokémon ze gaan krijgen. Ja, dat inderdaad. Ja. Dat is waar ze zich om drukken. Niet hoe zo'n Piet eruit ziet. Nou, nog eens wat anders. Volwassenen horen niet te liegen tegen kinderen. Oei. Auw. Ja, ook dat inderdaad. Je zou het voorbeeld moeten geven, maar... Ja, oké. Okay. Je hebt gelijk, volwassenen zouden niet moeten liegen tegen kinderen. Maar het feest in de basis, in de essentie, is natuurlijk best... Het feest is niks mis mee op zich. Nee. Laat dat duidelijk zijn. Sinterklaas is best een leuk feest, maar het moet gewoon aangepast worden. Het hoeft helemaal niet te verdwijnen. Het moet gewoon aangepast worden, zodat iedereen kan deelnemen aan het feest. Dat is het leuke ervan. En zolang er nog steeds kinderen uitgescholden worden op school voor Zwarte Piet, moet je dit niet willen. En als mensen zich zo druk maken over het is een kinderfeest, waarom gaan dan afgelopen donderdag gaan dan Pegida-aanhangers verkleed als Zwarte Piet een school in Utrecht binnenvallen? Zijn dat dan geen kinderen? Ze roepen daar in die school notabene tegen kinderen, pleur op, weer het wederom, pleur op naar je eigen land. Ja, ja. Nou, dat moest ik ook hoor. Ik moest ook terug naar mijn eigen land. Oh, ja. Ik ook. Ik ben nog op zoek naar een ticket die me wil sponsoren graag. Nee, maar het is ook zo'n dooddoener. Hè? Ga terug naar je eigen land. Het slaat ook nergens op. Nee, wanneer vraag ik me af, ben je nu eindelijk gewoon Nederlander?
Hoeveel generaties moeten er overheen gaan? 10 generaties, 100 generaties? Word je misschien wel eigenlijk nooit als volledig Nederlander gezien? Het is heel simpel. Op het moment dat je wieg hier staat en je hebt de Nederlandse nationaliteit, ben je gewoon Nederlander. Maakt niet uit wat voor achternaam je hebt. Of je nou Ruitenberg heet of Delgado. Of dat je... Kortes Reina mag ook. Kortes Reina mag ook inderdaad. Ja, maar ik denk Delgado is korter. Dus het maakt niet uit of je net zo wit bent als ik. Of dat je veel stuk donkerder bent. Nee, je bent gewoon Nederlander. En dat moeten we een keer beseffen. Ik kan me ook mateloos aan irriteren als er in de media staat... Shurendi Martina wordt overal gezien als de Nederlander. De Nederlander Shurendi Martina. En ik vind het een hartstikke goede vent. En ik heb heel veel respect voor wat hij allemaal doet. Maar op dit moment is hij een Nederlander. Als iemand die geboren is in Curaçao hier een diefstal pleegt of iets anders, dan is het de Antilliaan. Ja. Dat is net als met Marokkaan. Er staat expliciet in de Telegraaf, staat altijd bij van, ja, de Marokkaan, de Turk. Hè? En als er een Nederlander is, staat er niets bij. Nee, er staat toch ook nooit bij van de Drenthe Jan Klaassen, bij wijze van spreken. Hou daar een keer mee op. Behandel iedereen gewoon als Nederlanders daarbij. Nou, dat had meneer Nieuwmuller. Die had het erover, die schietpartij. Er is hier vlakbij een schietpartij geweest van de week. En dan had hij het weer over dat dat dus van buitenlandse afkomst waren. Ja. En die maken de leefbare buurten onveilig. En toen heb ik hem ook geschreven. Ik zeg, en wat dacht u van al die figuren die de wallen al jarenlang... meer dan eeuwen onveilig maken. Maar ja, daar hoor je dan niets over. Want het wit mag en donker mag niet. Nee, maar, Joost, maar goed. Meneer Niemuller, die kun je nauwelijks nog serieus nemen. Die is te druk bezig met schedelmeten en andere dingen. Die heeft zijn geloofwaardigheid als onafhankelijke, gerespecteerde journalist al jaren geleden verloren. Maar toch een gevaar, want er zijn beïnvloedbare mensen die dat lezen en die erop ingaan, die het wel zo vinden. Ja, dat klopt inderdaad, ja. En dat is ook met een Baudet en met een, hoe heet die, Wilders. Mm-hmm. Dat is met al deze mensen. Ze beïnvloeden mensen die zelf een bepaalde angst hebben. Of die iets te verliezen hebben of verloren hebben. En daar kunnen ze makkelijk op inspelen. Ja, dus daarom moeten we de mensen zoals een Baudet en Wilders, die moeten we verslaan met woorden. We moeten ze verslaan met feiten. En we moeten ook duidelijk maken dat hij wel een grote mond heeft, meneer Baudet. In de Kamer en dat hij op een gegeven moment met een soort commando of vechtjasje dat hij in de Tweede Kamer komt. Maar als dan de inhoudelijke discussie daarover dat onderwerp plaatsvindt, dan is die er niet. Grote Kamerdebatten, hij is afwezig. De hele FVD is afwezig, want ja, dan staan er geen camera's staan erbij. Dan kun je geen publiciteit halen. Dat is niet interessant. Het is niet interessant. Als je daadwerkelijk iets wil doen, dan zijn ze er niet. En dat geldt ook voor meneer Wilders, die zegt op te komen voor de belangen van Nederland. Hij komt zeker niet op voor mijn belangen. En ik ben toch echt gewoon witter en Nederlandser dan ik kun je bijna niet worden. Dus hij komt niet op voor de belangen van Nederland. Maar als je ziet naar zijn stemgedrag. Hij stemt in vrijwel alles stemt hij mee met de VVD. Dat is niet opkomen voor de Nederlanders in de achterstandswijken. Integendeel, dat is Nederlanders in de achterstandswijk juist pakken met allerlei bezuinigingen die vanuit VVD-huizen komen. Dat moet een keer duidelijk gemaakt worden. Dat een stem op de PVV is geen stem die je vooruit gaat helpen. Integendeel, het is een stem die alleen maar zorgt voor sociale ongelijkheid, raciale ongelijkheid en economische ongelijkheid. Polarisering. Absoluut polarisering. Dat moeten we nu een keertje gewoon heel goed duidelijk maken. Vind jij Nederland een immigratieland? Ja. Ja, ik vind Nederland wel een immigratieland. Net als dat ik het Verenigd Koninkrijk een immigratieland vind en Frankrijk en de Verenigde Staten ook. Ja, dit zijn immigratielanden. Als je gaat kijken naar de historie die wij hebben, waar wij over, zoals meneer Baudet ook roept, over alle wereldzeeën gevaren hebben, waar wij vele kusten bedwongen hebben. Als je dat doet, ja, dan moet je ook accepteren dat je een immigratieland bent. Trouwens, Nederland is in de historie altijd een immigratieland geweest. Wij hebben in de 80-jarige oorlog, dan ga ik heel ver terug, hebben wij heel erg geprofiteerd van immigranten vanuit België, vanuit Antwerpen, die hier naartoe kwamen en daarmee de Amsterdamse economie geholpen hebben. We zijn altijd een immigratieland geweest. De heer Baudet is notabene een immigrant vanuit Wallonië. Ja, zijn voorouders zijn gevlucht voor Napoleon. Dus ook hij heeft geprofiteerd van die immigratie, alleen hij wil het niet weten. Maar ja, Nederlanders weten wat dat dan gaat niet veel. Want iemand die zei tegen mij dus over mijn buitenlandse naam en zo. En toen zei hij, ik ben een echte Nederlander, want ik ben een hugenoot. Dus ik schoot in de lach. Dus ik zei, ah, u komt uit Frankrijk. Ja,
inderdaad, hugenoten komen toch echt gewoon uit Frankrijk. Nee, ik ben een protestant. Ik zei, ja, oké, whatever. Zullen wij een muziekje, want dan kunnen we onze volgende gast straks aankondigen. Ja, precies, precies. Ik ben het er helemaal mee eens. Dus ik ga even een lekker muziekje uitzoeken. Even kijken, wat is leuk, wat is nice. Sam Cooke is leuk. Maar ja. Die ga ik straks ook wel erin gooien, denk ik. Weet toch. Even kijken. Dan gaan we nu naar Manofias. Yay, yay. Joint Radio. Yeah, 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 Joint Radio. En het is een joint politics, dus 9G Music gaat niet te veel praten. Anaïs, aan jou het woord. Oké, we zijn weer terug. En we gaan het vandaag hebben over geïnstitutionaliseerd racisme. Dat is een term die door Stokely Carmichael van de Black Panthers in de Verenigde Staten ooit is geïntroduceerd. En als uitvloeisel daarvan Zwarte Piet. Nou, Marco heeft zich al voorgesteld. En dan vraag ik nu onze andere gast om zich even voor te stellen. Hoi, goedemiddag. Kevin Robeson, journalist bij The Robeson Report. Yeah. Oké, zullen we maar gelijk beginnen? Ja, is goed. Ja, bedankt dat ik aan mocht schuiven. Bedankt dat je hier bent. Heel leuk. We beginnen vooral om de omstandigheden waaronder jij zit op het moment. Ja, ik denk het beste is, wat je dan kan doen, is gewoon je leven normaal mogelijk proberen te leiden. En dat dat niet invloed op je heeft. Maar ja, we zullen het daar meer over hebben later. U hoort nog. Goed, George Berger. Stel dat Zwarte Piet al jaren een kinderfeest wel was. Waarom moet het zo blijven als de samenleving sterk verandert? Ja, ik vind helemaal niet dat Zwarte Piet zo moet blijven. Dus ik, wat mij betreft verandert het meteen en wordt het naar roetvegen, Piet. Je kan er op twee manieren voor kiezen. De Amsterdamse methode is door het meteen radicaal te doen. Je kan het ook doen zoals het in Rotterdam gebeurt, waarbij dit jaar de helft roetveegpiet en de helft traditioneel is. Volgend jaar is 75 roetveegpiet en over 2 jaar alleen nog maar roetveegpieten. Maar ik vind helemaal niet dat het moet blijven. Dus wat mij betreft verandert het direct. Kevin? Ja, ik denk het gevoel dat mensen krijgen die dus voor het behoud zijn voor Zwarte Piet, is dat er iets van hen wordt afgenomen. En dat ze worden gedwongen om iets te doen dat ze niet willen doen. Maar wat we zien door de discussie, is het aan het veranderen. Ja. En ik denk, er wordt natuurlijk ook gezegd van racisme, dat bouw je niet langzaam af, dat schaf je af. Maar ja, ik denk ook wel dat je mensen de ruimte moet geven om dus die bewustwording te krijgen. Dat ze dus begrijpen waarom het verandert. En dat het dan ook, dat zij dan ook de tijd hebben om het los te laten. En dus die verandering op een gezonde manier plaats te laten vinden. Ik denk dat jij hierbij een cultureel ding pakt eigenlijk. Als je erover nadenkt, is in Nederland iets niet drastisch veranderd zomaar. De euro had je ook een overlap tijd dat er nog guldens waren. Dingflofpips. Precies. Al die dingen waar radicale veranderingen in zijn geweest, zijn mensen altijd gewend in de cultuur in stapjes te doen. Kijk, uit te polderen. Kijk, en ik begrijp natuurlijk wel dat mensen vaak bang zijn voor verandering. Er is niks wat een mens zo angstig maakt als een verandering. Maar het enige constante is de verandering. Ja. En als je ziet, er is een rapport gekomen dat de onder de witte Nederlanders vond een paar jaar geleden vond 10% dat het moest veranderen in 2014. Nu in 2017, in 3 jaar tijd, is dat percentage al gestegen naar 15%. Ja, dat gaat door dit soort discussies die we ook hier voeren, zal dat steeds meer worden. Tot je op een gegeven moment zegt van dat de meerderheid gewoon zegt van ja, dit moet veranderd worden. Hm. Maar dat is allemaal heel mooi en aardig en heel nobel van jullie allemaal hier aan de tafel. Maar Marjan Boelsma zegt blackface onmiddellijk afschaffen, want de jaarlijkse racistische kwelling voor mijn jonge kinderen duurt al te lang en is traumatiserend. Oh, ik ben het daar volledig mee eens. Ik verklaar slechts waar het animosity vandaan komt. Van mijn part mogen ze het morgen nog afschaffen. Gelijk ondertekenen. Gelijk decreet. Iedereen die er tegen ingaat, die krijgt gewoon €500 boete. I don't care. Eerlijk gezegd, van mij mag het nu veranderen. Ik verklaar slechts wat het maatschappelijk proces is. Ja, oké, maar ik heb voor mij mag het ook onmiddellijk veranderen. En ik zeg het ook in mijn livestream. Het is een blackface. Het is blackface. Mm. En het is een uiting van racisme. En ik neem het zelf een stapje verder. Dat dus de intocht
ja, het is een minstrel show. Dus je bent op die manier een bepaalde beeld, ben je jongeren mee aan het indoctrineren. Dat dan, ja, dus ook dat het wordt gefinancierd vanuit de staat, dan is het dus een vorm van institutioneel racisme. Hm. En ja, in Friesland zeggen ze, was er dus het verhaal dat Sinterklaas dus de Pieten, de Afrikaanse, dus vrij zou hebben gekocht en hun een baan zou hebben gegeven. Dus nu moeten ze nog een stapje verder nemen. Dat dan moet je begrijpen dat als een wit persoon hun gezicht dan zwart sminkt om dus die Afrikaan na te doen. Ja, dat is gewoon problematisch en zal niet acceptabel moeten zijn in onze samenleving. Maar voor een of andere manier klikt dat nog niet bij iedereen. Is het ook niet een beetje dat mensen gewoon angstig zijn? Dat ze het gevoel hebben van ja, nu pakken ze Zwarte Piet af en er blijft er ons niets over meer. Want ze pakken alles af wat wij hebben. Ja, wie is ze? Ik hoor ook elke keer die discussie erover van ja, wij moeten ze dan allemaal vrijgeven met het suikerfeest en dat soort dingen. Denk van, ten eerste, moslims hebben hier helemaal niks mee te maken. Dus hou je alsjeblieft bij de feiten. Hmm. En er is niks afgepakt. Ik bedoel, ik begrijp ook werkelijk waar echt niet die gedachten van mensen die daar hebben. Er wordt ons iets afgenomen. Er wordt je helemaal niks afgenomen. Het feest verandert. Het evolueert. Sterker nog, eigenlijk ga je gewoon terug naar de basis. Want het originele verhaal is natuurlijk dat je die kleur krijgt vanwege dat je door de schoorsteen bent gekomen. Nou, als je door de schoorsteen komt, dan heb je niet ineens kroeshaar. Dan heb je niet ineens rode lippen. Je hebt ook niet ineens grote oorbellen. Nee, je hebt roetvegen. Laten we ons dan echt aan het verhaal houden en de roetvegen, Piet. Ja, en werd al gezegd dat het is een vorm van cultuur. Dus mensen die ervaren het ook als een onderdeel van hun identiteit. En dat dan van hun wordt afgepakt. Van dus een groep van buiten, de other. En sommigen hebben dan dus het gevoel dat hun dus meer Nederlanders zijn, doordat ze dus wit zijn, dan dus ja, die other, die niet-witte Nederlander. Mm-hmm. Maar terwijl wat ik ook zie bij de demonstraties, is dat er meer witte Nederlanders of meer witte demonstranten zijn dan zwarte of bruine demonstranten. Dus het is niet dat het alleen maar één groep is die verandering wilt. Het zijn een brede groep mensen, ook van verschillende lagen van onze maatschappij, die deze verandering plaats willen laten vinden. Ja, en het is ook niet zo dat het alleen maar de Randstad is tegen de provincie. Nee. Absoluut niet. Het zit echt door heel Nederland. Het speelt ook, de discussie speelt wel in Friesland. Ja. Nou, het stomme is, als je het dan over cultuur. Dit is een vrouw wat 150 jaar oud is, geschreven door een antisemitische schoolmeester die daar zo'n leuk verhaaltje van maakte, Jan Schenkman. Maar 1850. Witte wieven, dat is echt Nederlandse cultuur. Want dat is al eeuwen en eeuwen en de oud. Grap daaraan vrouwtje van Stavoren. Is dat de witte wieven, dat moesten ze niet meer maar vertellen, want het zou te eng zijn voor de kinderen. En dit is dus letterlijk Nederlandse cultuur down the drain. En als je daar eigenlijk over nadenkt in dat balans, ja, dan is het eigenlijk meer van wat jij voelt, niet wat er letterlijk wordt afgepakt. Want witte wieven is echt Nederlandse cultuur wat dat er gaat. Ja, eigenlijk is het de Nederlandse vertelling van de Banshee, in principe. En als mensen zich afvragen over Nederlandse cultuur, je zou dan eigenlijk die mensen eens moeten vragen, hoeveel weet je eigenlijk gewoon van de geschiedenis en de cultuur van Nederland? Ja. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die zullen weten wanneer het rampjaar in Nederland was. Om maar eens wat te noemen, als je je daar druk over gaat maken, ga je eerst dan verdiepen in de Nederlandse cultuur. En alles kan veranderen, want in Urk doen ze nu ook aan cocaïne vangst naar het schijnt in plaats van vis. Dus we kunnen wel veranderen. We gaan, ja. Nou, wat ik ook, hoe belangrijk het is om dus over je cultuur en geschiedenis te leren. Ik was dan in Weesp en er waren wat oudere mannen daar en die begrepen het ook niet. Dus toen vroeg ik aan hun of hun Christian van der Vught kenden. En ze zeiden, nee, wie is dat? Toen zei ik, nou, dat was een Afrikaan tot slaafgemaakte die hier naartoe is gebracht en als geschenk aan de Oranje van Nassau is gegeven. En uiteindelijk dus terecht kwam bij de burgemeester van Weesp. En ik zei, het kan heel goed zijn dat jullie dus nazaten zijn van hem. Mm-hmm. Ze, nee, je liegt, waar heb je het over? En ik zeg, ja meneer, het was hier in het museum, in het historische Weesp museum. En er is gewoon heel veel over onze identiteit, cultuur als Nederlanders, dat wij gewoon niet weten, maar waar er wel gewoon informatie van is. Nou, hebben jullie die Engelse dings gezien over dat men gaat naar iedereen zijn voorouders, DNA wordt afgenomen. En dan zijn de mensen, er is één jongen die is heel erg weird, die heeft echt extreemrechtse ideeën.
En dan uiteindelijk blijkt dat ze een van zijn voorouders dus uit Afrika komt, dus donker is. En ja, die stond dus heel verbluft. Het was heel mooi, want het werd bij een heleboel mensen gedaan. Maar ik ga even door met Flip Switz, die heeft ook een vraag. Als we ZP afschaffen, is het probleem opgelost. Kinderen, maakt de kleur niets uit. Check. Ouders die nu voor zijn... die er nu voor gaan een kinderfeest niet te verpesten, zeggen het is een kinderfeest, klopt ook. En demonstranten tegen ZP zijn overbodig, alles opgelost. Nou, geef daar eens een antwoord op. Demonstranten overbodig zijn we wel eens, neem ik aan. Als Zwarte Piet als die niet meer bestaat, als die verboden wordt, ja, dan hoef je daar inderdaad niet meer tegen te demonstreren. Dus ja, dat klopt op zich wel. Ja. Alleen Zwarte Piet is natuurlijk maar een verschijnsel van geïnstitutionaliseerd racisme. Het stopt daar niet bij. Als je gaat zien bijvoorbeeld de beledigingen en de schofterige opmerkingen die iemand als Sylvana Simonsen naar haar toe krijgt, omdat zij ook strijdt voor gelijkheid ook op andere terreinen. Ja, dat lost niet op met het afschaffen van Zwarte Piet. Omdat ze gewoon haar mening geeft. Ja, inderdaad. Ja, maar dat is eng. Mening is heel erg eng natuurlijk. Oké, Kevin, kinderen maakt de kleur niets uit. Nee. Ik wou ook net, het maakt dan ook niks uit. En wat we zien in Utrecht bijvoorbeeld is dat scholen dus, ik denk dat de gemeente of de scholen die doen dus niet meer aan Zwarte Piet. En volgens mij vorig jaar was ze dan dus, hadden ze een alternatieve vriend voor Sinterklaas. En dat waren Minions. En voor die kids, dat maakt helemaal niks uit. Als zij maar cadeautjes krijgen en een leuke tijd hebben. Minions? Nee, daar zou ik bang voor zijn. Nee, eerlijk, ik ben enthousiast als ik Minions hoor. Ik kan niet liegen. Ja. It's my dark secret die nu op Twitter uitkomt. Is die Minion lover. Nou, je hoort dan hoe die... Ik weet niet of kinderen dan voorbereid zijn voor zo'n bezoek. Maar gisteren was er dus een groepje Zwarte Pieten die waren naar een school gegaan. De Circle in Utrecht, in Zuilen. En dat er dus kinderen... waren kinderen die blij waren. Kinderen die wisten niet hoe ze moesten reageren. En kinderen die gingen huilen. Dus ja, ik heb niet zulke berichten gelezen toen de Minions bij die scholen langskwamen. Dat niet. Nee. Trouwens, ik was banger voor Sinterklaas als voor Piet. Ik vond Sinterklaas vind ik toch zo'n enge man. Met al die kinderen op schoot en dat gefrommel. Nee, dat moet ik niet. We gaan over... Dat is een andere discussie, denk ik. We gaan over naar Resist. Hoe lang zal het nog duren voor zo definitief een ander figuur er is? En verdwijnt daarmee ook het stigma van het figuur. Denken jullie dat er andere discussies zijn aangezwengeld door de ZP-discussie? Kevin schudt ja. Ik weet niet hoe lang het zal duren voordat er een alternatief komt. Van toen ik hier verslag over begon te doen in 2013, dacht ik van ja, helemaal niks gaat veranderen. Dus de veranderingen die plaats hebben gevonden, dat bedrijven afstand doen, televisiezenders en omroepen. Steden zoals Amsterdam, scholen, het gaat al best wel hard, vind ik. Maar er is natuurlijk veel meer verandering die plaats moet vinden. En wat was de andere deel van de vraag? Verdwijnt daarmee ook het stigma van het figuur? Ik denk het niet. Ik denk dat het is de team, of hoe zeg je dat... het is gerechtvaardigd dat de activisten, vind ik, dat de activisten zeggen dat... Hey, dit moet niet meer vanuit de staat worden gefinancierd. Jullie moeten daarmee kappen, want jullie financieren daarmee racistische karikaturen. Ja. En dus institutioneel racisme. Maar ik weet niet hoe je dan bij mensen op kan dwingen dat hun privé niet Sinterklaas gaan vieren met Zwarte Piet. En wat je ook ziet in de Waddeneilanden bijvoorbeeld, is dat daar dus ook oude tradities zijn. En op één van de eilanden, ik weet niet meer welke, maar is de Sinterklaasviering dus heel anders dan hoe we het hier doen? En is het voor eeuwen niet veranderd? Is het nog steeds in zijn oude vorm? Dus ik weet niet of je het ooit helemaal kan... Dat het ooit helemaal kan veranderen. Dat mensen er echt helemaal los van zullen laten. Zwarte Piet. Ja, ik denk dat inderdaad op geïsoleerde gemeenschappen... zoals de Waddeneilanden, daar zal het moeilijker gaan inderdaad. Ja. Ik vermoed zelf dat binnen 10 jaar... dat de figuur Zwarte Piet hier niet meer bestaat. En dat zal dan waarschijnlijk zijn omdat... de commercie het gewoon niet wil. Ja. Grote bedrijven zoals de Bijenkorf, maar ook Albert Heijn en de HEMA, die gaan er niet meer aan doen, want die willen geen gedoe daarom trend. En op het moment dat over 10 jaar de kinderen die nu 14 zijn, of 4 zijn, die zijn dan 14,
En die geloof werd er sowieso toch niet meer in. Dus ik denk dat over 10 jaar we geen Zwarte Piet meer hebben, persoonlijk. Oké, ik denk dat we nu even wat gaan drinken, want we zitten al een tijdje te praten. Nou ja, hoe heet dat? We hebben nog 3 minuutjes en dan gaan we in het tweede uur gelijk verder. Dus, gelijk verder, we mogen wel even een kopje drinken hoor, 5 minuten. Nee, is afgeschaft. Ook al afgeschaft. Yes, yes, we zijn zo terug. Joint Radio. Yeah, Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en het is een Joint Politics. Dus Anaïs, aan jou het woord. Zo, wij zijn terug. We hebben even wat gedronken, want het mag ook wel. Want we waren toch wel een beetje dorstig. Vooruit dan maar. Moeilijke onderwerpen. We gaan meteen door met Marianne Boelsma. Die stelt dat tradities zijn niet voor de eeuwigheid. Kunnen jullie het daarin vinden? Dat klopt. Klopt. Doe heksenwagen was ook een traditie, daar zijn we ook mee gestopt. Dwergwerpen was ook een traditie op sommige kermissen. Daar zijn we toch ook maar mee gestopt. Dus een traditie is niet... Het is niet dat je een traditie in een doosje doet. Je zegt, dit is onze traditie, strik je eromheen en dit blijft voor de rest van het bestaan. Het is altijd onderhevig aan evolutie, aan dingen die je anders doet dan dat je er doet. Daar ben je het volledig mee eens. Ja, en ik ben nu een beetje de geschiedenis ingedoken met de laatste reportage die ik had uitgebracht voor de intocht over Afrikaanse bedienden in Nederland. En ja, er wordt gewoon constant gezegd van ja, Zwarte Piet is geen blackface. Wij hadden dat cultuur niet, dat was in Amerika. Nou ja, Amerika is een Europese creatie. Je had Nieuw Amsterdam en ja. Roosevelt, president van Amerika. Er zijn gewoon heel veel fingerprints of dingen van Nederland die invloed hebben gehad op Amerika. Maar je had hier bijvoorbeeld ook human zoos en dat mensen dus op de Museumplein... Ja, een attractie waren. En dat mensen dus kwamen bezichtigen. Dat gebeurt godzijdank ook niet meer. En dus ja, over tijd veranderen dingen wel. Verandert cultuur. Veranderen de mensen gedachten over dingen. En word je bewust. En zeg je, ja, dat kan niet. We moeten het anders gaan doen. Ja. Nou ja, daar volledig mee eens natuurlijk. Dan gaan we over naar Frans. Ik zou zo graag een onderzoek zien waarin werd gekeken naar het effect bij kinderen als ze in plaats van een bende zwarte pieten geconfronteerd werden met een vrolijk stel grappende regenboog of wat dan ook hulpjes van die oude metsenmeiten. Ik zou willen weten of dat traumatisch of juist creatief voor ze is. Hij zegt, ik kan de uitslag al voorspellen, dus is het niet een probleem van een kinderfeestje, maar van angstige, dus behoudzuchtige ouders die geen oog voor hun kinderen... maar alleen aan zichzelf denken. En dan komen we weer terug bij het... men houdt vast aan Zwarte Piet omdat men angst is om... Ja, om dingen te veranderen voor de maatschappij die verandert. Ik denk dat kinderen echt geen enkel probleem hebben met regenboogpieten... of wat voor kleur ze dan ook hebben. Dus nee, ik kan me niet voorstellen dat men daar traumatisch van zou worden van kinderen. Ik denk dat men juist het leuke vindt en creatiever daarin is. Dus... Ik denk, er is geen onderzoek over gedaan, maar het zou wel interessant zijn om te zien hoe mensen zouden reageren. Ik weet dat Sunny Bergman in haar documentaire liet zij zien hoe kinderen dus op bruine, zwarte poppen en witte poppen reageerden, wat ze daarvan dachten. En dat is weer, heeft ze van hoe dat toen in Amerika was met Brown versus the Board of Education, dat ze ook zo'n test aantonen van dat gescheiden is niet gelijk. En je indoctrineert kinderen op een bepaalde manier dat zij zichzelf als negatief beschouwen en wit als positief. Dus het zou ook wel interessant zijn om te zien hoe dus kinderen daarop zouden reageren op de een zwarte Piet, een gesminkte Piet of dan een rainbow kleur Piet, een regenboog kleur Piet. Of een roet Piet. En, En kinderen moeten natuurlijk ook in de media gewoon veel meer rolmodellen hebben die representeren wat zij zelf ook zijn. Als ik ga kijken naar het NOS-journaal, waar is de diversiteit? Kijk ik naar CNN, dan zie ik daar allerlei presentatoren van allerlei afkomst. Waarom hebben we dat hier niet bij het NOS-journaal? Daar begint het al mee. Daarmee
met die rolmodellen, zolang die niet gezien wordt, zolang kinderen zich daarin niet in herkennen, zul je ook inderdaad altijd dit gevolg krijgen dat ja, wit wordt dan als de norm gezien. Ja. Helaas ook vaak juist bij donkere kinderen, wat uit die documentaire van Sunny Bergman bleek. En dus daarom is ook nog een andere reden waarom ik vond mezelf eerst zielig dat ik niet aan een baan kon komen in de States. En toen ben ik terug naar Nederland gekomen in 2011. Ja, en toen heb ik gezegd van ja, wat is dit? Ik heb een diploma van een universiteit. Ik weet hoe ik bepaalde software moet gebruiken. Ik kan gewoon mijn eigen apparatuur kopen en gewoon mijn ding gaan doen. En ik vind dat ik help ook aan die beeldvorming. Dat jongeren mijn reportages zien. Dat ze zien waar ik mee bezig ben. Dat ik afreis naar verschillende plekken. Dat ik gewoon achter die verhalen aan ga. Maar dat zij dus ook zien van hey, ik kan misschien later ook journalist worden. Of ik breng bepaalde mensen in beeld. Advocaten of zo. Of, ja, dat hun gewoon een andere beeld krijgen van Afro-Nederlanders. En dat het niet zo is dat we alleen maar schoonmakers zijn of zo. Nou ja, niet alleen de Afro-Nederlanders, maar ook de Nederlanders met Marokkaanse of Turkse achtergrond. Ook daar moeten veel meer rolmodellen in zijn. Ik zou graag zien dat iemand met een islamitische achtergrond, dat die gewoon een anchor is bij het 8-uur-journaal. Ja. Erger, ik zou iemand in de Tweede Kamer willen zien van allochtone afkomst. Alhoewel, rot wordt allochtone, maar goed. Want de hele Tweede Kamer is toch wel tamelijk wit. Ja, we hebben Sinchi Özdil natuurlijk bij ons. We hebben nog meer. GroenLinks is wat dat betreft daar nog wel een uitzondering op. Wij zijn niet alleen maar de witte mannen van plus 40. We hebben een aantal mensen met een andere etnische achtergrond. Maar van Surinaamse Antilliaanse afkomst zit er niemand. Nee, dat is echt slecht. Nee. Dat is echt heel slecht inderdaad. Ja, klopt. Maar er zou veel meer diversiteit moeten zijn. En komt dat misschien omdat mensen zelf al het idee hebben, ik ga toch niets bereiken, dus ik hoef niet eens voor te gaan. Omdat ze die rolmodellen niet hebben zoals jij aanhaalt, Kevin. Ik denk dat niet alle partijen, maar dat er gewoon partijen zijn geweest die gelobbyd hebben voor die stem. En dat stemmers dan dus teleurgesteld zijn geraakt. Dat ze zeggen van ja, we hebben voor jullie gestemd, maar je hebt niks voor onze gemeenschap gedaan. Maar je zag ook met Denk meedeed met de verkiezing, dat er dus nieuwe stemmers of mensen die nooit hadden gestemd, die dus gingen stemmen. En je zag ook in Amsterdam dat heel veel mensen op Sylvana hadden gestemd. Ik had het echt geweldig gevonden als zij in de Tweede Kamer was gekomen. Ja, dat allebei, ja, en zij dus ook. En, want dan, je hoort gewoon een andere geluid. Het is fijn dat mensen opkomen voor niet-witte Nederlanders zijn issues. Maar het is ook, als je het niet zelf ervaart, dan denk ik dat je ook niet echt begrijpt wat er dan moet gebeuren. Dus je hebt die diversiteit nodig. Mm. Zodat je een samenwerking kan aangaan. Of dat iemand van buiten die groep, dus een witte Nederlander, naar die persoon kan gaan. En je kan ideeën uitwisselen. En dat je dan een betere plan kan formuleren of samen kan brengen om dus echt de change plaats te laten vinden. Ja. Van binnenuit. Ik denk ook dat het een stuk paradigma is. Als je gaat kijken, het meeste deel van de jongeren die ik ken die niet stemmen, die zeggen tegen mij, het enige wat ik hoef te hebben is geld. Zolang ik geld heb, kan ik de verandering voor mezelf brengen. Hmm. Dat is het enige wat ertoe doet. En als ik ga stemmen, dan heeft dat totaal geen zin. Want uiteindelijk bepaalt geld toch de agenda. En door dat paradigma eigenlijk daar ze in vastzitten, dan is geld eigenlijk de grotere leidraad tot verandering voor hun dan eigenlijk politiek. Ja, en daarom is het zo triest dat er nu dan gekozen wordt voor een afschaffing van een dividendbelasting om 1,4 miljard euro weg te geven aan buitenlandse investeerders. Ja. Terwijl we die ook hadden kunnen gebruiken voor het onderwijs. Voor het basisonderwijs. Daar was het geld hartstikke goed voor. Daar gaan we even met mijn volgende vraag op in. Aisha, die zegt, is racisme volgens jullie aangeboren of is het de opvoeding? Opvoeding. Opvoeding. Mm. Ja. En daar spelen dingen mee zoals dus karikaturen als Zwarte Piet. En mensen kunnen zeggen het is onschuldig, het is een kinderfeest. Maar ja, je ziet wel dus een witte man op een witte paard. Op een boot vol met blackface helpers. En dus een figuur, een karikatuur die een mindere rol speelt. En die zich ook belachelijk maakt. Krom praten. Het wordt als een scheldwoord gebruikt voor niet-witte Nederlanders. Er is een bepaalde historie dat Zwarte Pieten met een Surinaams accent spraken. Dat klopt. De gouden oorbellen, dat was ook een manier om aan te geven. Slaaf. Dat iemand een slaaf was.
De Kroeshaar. Dus je gaat op een gegeven moment, bewust of onbewust, denk ik, dat je die connectie gaat maken. En dat je dan dus in de maatschappij, in de praktijk, anders met elkaar omgaat. Ja. Ja, de oorsprong van het woord neger is natuurlijk al dat het eigenlijk betekent... een lading van slaafschrift. Ja, inderdaad. Ja. Dus daar moeten we al mee stoppen met dat soort woorden gebruiken. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, is het nog bizarder. Kijk, hoe heet dat? Als neger slaaf zou betekenen, maar het werd letterlijk als een aanduiding van objecten aangeduid. Dus eigenlijk, je wordt gedehumaniseerd. Je bent een object. Ja. Maar hoe heet dat? IKEA-stoelen. Neger zit ernaast. Lading van slavenschip. Gewoon zo werd het echt letterlijk aangeduid. En dat is dan moeten we ook gaan kijken. Dus mensen kaarten nu dus de Zwarte Piet aan. Maar nu zeg je dus over het woord neger. Maar dan mensen krijgen ook datzelfde gevoel van allochtoon, autochtoon. Mm-hmm. Je hebt westerse allochtoon. En niet-westerse allochtoon. En ja, mensen kunnen allemaal zeggen van ja, het is om statistieken bij te houden. Maar het wordt in de praktijk wordt het echt wel aan iemand toegewezen als zij een niet-witte uiterlijk hebben. Dat zij dus een bruin of zwarte huidskleur hebben. Tuurlijk, iemand die in Duitsland komt zal nooit aangeduid worden met die allochtoon. Nee. Ja. Nee, en dat is het gevaar van statistieken. Dat als er is een machtswisseling komt, zoals vroeger zeg maar met Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, waar mensen achter hun naam Jood hadden staan, dat men weet ze te vinden. En men weet dan, oh, die is Marokkaan van afkomst, die is Turk van afkomst, die is Surinaams, die is Antilliaans, die is Amerikaans. En die pakken we op en dan... Ik moet wel even wat aanvullen. We hebben heel veel dingen over Friese gezegd natuurlijk in deze uitzending. Ik moet wel benoemen toen de tijd in de Tweede Wereldoorlog, toen inderdaad dat register was waar iedereen wel eens aangegeven die Jood was. Toen was er een Fries die een bom heb gelegd. Yes. Dus ja, dat moest ik ook even gemeld hebben. Ja, heel goed. Dat was familie van jou dus. Ja. Nou, oké. Okay. Kijk, we moeten ook zelf niet gaan stigmatiseren en alle Friese over één kam scheren. Zie je? Dat bedoel ik. Er zijn een aantal die echt heel fout bezig waren daar op de A7. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel Friese die gewoon echt heel goed zijn en wel openstaan voor veranderingen in de maatschappij. Ik heb het al eerder aangegeven, de herindelingsverkiezing in Friesland en ook in Groningen, die heeft aangegeven dat ook in de provincie Friesland, Groningen en een stuk van Gelderland, dat men daar echt open staat voor verandering. Ja, Leeuwarden, dus, daar kwam je vandaan dus. Ja, maar is het ook niet meer, zeg maar, op het moment gewoon een uiting van de hele maatschappij? Omdat alles gaat in de stroomversnelling op het moment. Grenzen open, mensen komen. En een heleboel mensen worden angstig voor. Je hebt foute politici die oproepen tot echt hele foute dingen. Verzet. Nou ja, ja, omgekeerd verzet noem ik het dan. Tegen vluchtelingen, tegen mensen van andere afkomst en zo. En is dat niet iets wat op het moment aan de gang is? En jij haalde het net al even aan als de televisie. Als ik de televisie 's morgens aanzet, dan kijk ik altijd naar WNL, omdat ik het zo'n rotprogramma van. Oh, jij ook, gelukkig. Ik ook. Ja, ik heb er ook, ik heb er ook vroeger dus gewerkt. Oh, dat eerlijk? Is. Soms stuur ik ze ook wel eens tweets. Nou ja, en dan zijn dus, dan zie je dat. En die mensen hebben altijd iets aan te merken op iemand van een ander ras. Wat het is, is je moet weten wie achter dus die platform zit. En welke doelgroep het is dat zij willen bereiken. En wat zij dus willen, hoe zij dus die views, die kijkcijfers, die views, dat hun artikelen worden gedeeld. Wie is het die zij eigenlijk willen mobiliseren? Ja, dat is rechts. Ja. En, het is toch de Telegraaf? Ja, de TMG groep. Ja. Dus ja, en dat is dan wat je dus op televisie, televisie ziet en krijgt. En ik kijk ook bijvoorbeeld naar Po-nieuws. En want ik wil gewoon een breed perspectief hebben van wat komt er op televisie, wat zijn hun aan het doen, hoe zetten ze dingen neer. En ja, bepaalde dingen zijn goed en bepaalde dingen zijn slecht. En ik vind dat binnen een democratie, je kan dus bepaalde omroepen niet leuk vinden, maar je kan hun ook niet het zwijgen opleggen dat ze geen... maar ze moeten ook niet de overhand. Niet de overhand wat er nu aan de hand is. Nee. Want het weinig kritisch geluid komt er nog van Sembla. En van nog zo'n paar. Ja, nog een paar programma's. Die hebben toen ook onderzoek gedaan over Donald Trump. En dat hij dus via Nederland geld aan het witwassen is.
via foute Russische contacten. En ja, ik was echt onder de indruk toen zij dat uitbrachten. Ja. Dus er zijn wel goede omroepen of goede programma's die echt heel goede onderzoek verrichten. Alleen krijgen veel te weinig aandacht. Ja. Mensen wat dat heeft, kiezen veel makkelijker voor het vermaak van The Voice of Holland. Dan naar, en ik heb niet echt iets tegen The Voice of Holland. Maar het is gemakkelijker om dat tot je te nemen als dan een programma als Sembla. Het is makkelijker om een zak chips te eten dan een goed voedsel. Het is het gemak van mensen om zich daar ook niet in te willen verdiepen. Mag ik eigenlijk een krabcocktail? Je mag alles hebben wat je wil. Ja, wat er ook gebeurt is dat kost allemaal heel veel geld om zulke soort onderzoek te gaan doen. Of om iemand ergens naartoe te sturen in het buitenland. En in principe moet die persoon eigenlijk daar een paar weken zitten. Als ze echt goed onderzoek willen gaan doen. Zoals je ziet met Vice News. Ja, maar dat kost bakken met geld. Ja. En dus die omroepen of een Telegraaf, commerciële. Ja, die wilt zo goedkoop mogelijk content genereren. En er vindt ook een verschuiving plaats dat kijkers via internet kijken en niet via televisie. En Dominique Wezy, die had nog iets daarover gezegd en werd een klein beetje uitgelachen. Want van ja, dan ben je dus de subsidie aan het misbruiken, want dat is voor televisie. Kees de Koning van Topnotch. Die ziet dat ook. Die is er ook nu een hele tijd mee bezig. Is zeg maar ook zelfs, hoe weet dat, Rotjoch heb toen met 101 Bars heb je heel overhoop gelegen met de publieke omroep, omdat hij veel content online brengt van de studiosessies en dergelijke. Ja. Dus klopt. En nu heeft de NPO dus recentelijk gezegd dat hun dus ze komen volgend jaar niet rond met hun budget. En hebben dus meer subsidie nodig. En zeggen nu zelf ook van ja, meer mensen kijken online. En dus er is ook nu een vindt een verandering plaats. En je hebt ook onafhankelijke journalisten die goede inzichten geven in zaken. Ja. Ik weet ook niet wat de toekomst inhoudt voor de media. Maar dus er vindt in ieder geval wel een verandering plaats. Ja, terwijl goede onderzoeksjournalist, goede onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is zo hard nodig om een democratie en een maatschappij weerbaar te houden. Je kan eigenlijk niet zonder goede journalistiek die echt objectief en oprecht ergens induiken. En dat kost inderdaad een hoop geld en dat kost een hoop tijd. En heel veel omroepen zijn natuurlijk ook tegenwoordig in publiek of in handen van het groot kapitaal, zou ik bijna willen zeggen. En daarom is het vooral vaak dat de aandeelhouders tevreden gesteld moeten worden. Dus moet er winsten gemaakt worden. Ze zijn er wel hoor. Rena Netjes, Okke Ornstein. Dat zijn allemaal mensen die onafhankelijk onderzoek doen. Absoluut. Maar die worden niet uitgenodigd. Nee, en die mensen die moeten we koesteren. Behalve dat beeld. Dingen doen. Dus de goede journalisten, de onderzoeksjournalisten die objectief, eerlijk onderzoek doen en die ook misstanden aan de kaak durven te stellen, die moeten we echt koesteren en heel erg blij mee zijn dat we die mensen nog steeds hebben. Oké, nou de vraag van Marjan Boelsma, wil je je kinderen met een racistisch karikatuur laten opgroeien, die is onderhand wel beantwoord, ik niet meer stellen. Nee, ja, ik ben gevraagd om naar een Sinterklaasfeest te komen en ik was zo van ja, als het de Zwarte Pieten zijn, dan ga ik niet met mijn kind komen, wij gaan het ons kind niet aanleren. Nee, gelijk heb je. Is het een nieuwe Sinterklaas intocht, hè? Ze hebben, vandaag? Ja. Van Patrick Mathurin. Ja. Dus ze hebben een doel bereikt voor de crowdfunding. En dat is inderdaad zonder Zwarte Pieten. Ja. Een intocht. Dus wel tof dat dat echt behaald is. Nou moet ik even ergens aan denken. Hè? Nederlanders hebben gauw iets. Italiaans zijn spaghetti vreters. En Fransen stinken naar knoflook. Mensen van donkere ras. Die zijn lui. Mijn eigen soort, de Latino's, die deugen ook. Zijn ook lui. Maar de Schotten die zeggen dat zo mooi. Are you going on a Dutch treat? En ik denk dat hier alles wel mee gezegd is. Hè? Let's go Dutch. Het zuinige volk. Het behoudende volk. Ja, dat is ook een Engels uitdrukking. Dutch courage. Dutch courage, ja. Dus dat. Maar ja, wat is eigenlijk koningin Maxima die had het gezegd. Wat is de echte Nederlander? Ik weet niet of dat precies is hoe ze het zei. Nou, het maar wel. Ze had gewoon gelijk. Ze heeft gezegd, de Nederlander bestaat niet. Nee. En die bestaat maar ook niet. Maar die bestaat ook niet. Iemand uit Limburg is echt heel anders dan iemand uit Rotterdam. Die weer heel anders is dan iemand uit Groningen. Sterker nog, ze hebben ooit een onderzoek hier in Nederland gedaan bij Friese, Limburgers en Zeeuwen. En dan blijkt dat er nog DNA van de Spanjaarden die hier gezeten hebben, dat in hun DNA nog steeds zit. Ongelooflijk.
Nou, ik blijf nog steeds zeggen, er is één echte Nederlander. En dat is die kikker waarvan we de polder hebben drooggelegd. En als die zegt, rot op uit mijn land, dan heb je ook gelijk. Dan moet je ook gaan. Goed. Rhodey. Die is speciaal gericht aan Kevin Richardson. Robertson. Ik zou van Robertson willen weten wat hij denkt dat best is om de weef aan extreemrechtse terreur een halt toe te roepen. Ik moet even kanttekening maken. Toen hij mij deze vraag gaf, toen zaten wij verwikkeld in Facebook in een tamelijk heavy gevecht, zal ik maar zeggen. Ook weer mensen die voor Zwarte Piet waren. Dus vandaar dat hij je naam even verkeerd heeft. Oké. Wat ik volg nu de anti-Zwarte Piet beweging sinds 2013. En wat ik heb kunnen vastleggen zijn verschillende tegendemonstraties. En die worden dan neergezet in de media als pro-Pieters. Maar die komen uit rechtsextremistische groepen zoals Identair Verzet, Sons of Odin, Pegida Nederland, NWU. En er is ook recent is er een rapport uitgekomen van de Anne Frank Stichting over, ik ben vergeten de titel ervan, rechtsextremisme. En daar geven ze ook aan, hebben ze de verschillende groepen staan erin beschreven. En dan ook wat hun activiteiten zijn rondom de intocht. En hoe ze dan dat dus gebruiken om dus ook hun agenda naar voren te krijgen. En naar voren te krijgen. En ja, en ik ben ze dus tegengekomen in Gouda, Paul Peters. En in Meppel waren ze ook. Ik ben vergeten, ik heb de groep gisteren nog opgezocht. Voorpost. In Maassluis waren er ook. Ik was daar zelf niet, maar via mensen die daar wel waren, die zeiden dat ze dus daar ook waren. En ik ben NWU sympathisanten. Ik weet niet of ze leden zijn. Tegengekomen en ook door eentje mishandeld, die ook uiteindelijk is veroordeeld. Dit was bij de Jaarbeurs in Utrecht vorig jaar, tijdens de Zapp Sinterklaasfeest. Mm. Heb ik ook toevallig nog kunnen filmen met mijn livestream. Dus toen ook op zaterdag. Ze willen wel zeggen dat ze gewoon normale burgers zijn. Maar er zitten rechtsextremisten achter. Mm. En Identair Verzet die had ook een post gemaakt op Facebook over dus de blokkade. En in die post zeggen ze ook dat ze informatie krijgen van activisten op de grond. Ze zeggen niet dat het mensen zijn vanuit hun organisatie. Mm-hmm. Maar wel dus dat ze daar contacten hebben die dus informatie aan het doorspelen zijn. Dus het hoeft niet per se zo te zijn dat die mensen op de A7 waren tijdens de blokkade. Maar ja, ze waren er wel aanwezig. En ik weet ook de tattoo dat ik heb gezien op die man ze op een van de meneer de hand. Dat gewoon echt twee bliksemslagen leek. En dus de vraag liet doen stellen van is dat een SS-tattoo? Ja. Ik wil niet zeggen bestrijden, maar om het in beeld te brengen, is om ze uit de anonimiteit te halen. En van als jij dus gaat demonstreren, je gaat ook over tot burgerlijke ongehoorzaamheidactie, wat dus ook de antiracisme demonstranten hebben gedaan, wat ze hebben gedaan bijvoorbeeld in Gouda, dat ze dus voorbereid waren om aangehouden te worden. En de situatie die was gecreëerd in Rotterdam, daar werd ook gezegd dat rechtsextremisten aanwezig waren en hun dus aangehouden moesten worden om hen te beschermen. In plaats van dat ze rechtsextremisten aanhouden. Zoeken zij dus zelf die aandacht op, de rechtsextremisten. En als jij wat ze zeggen van ja, gaat, het eerste dat ik hoorde toen ik daar aankwam lopen aan de A7 was, ga terug naar je eigen land. Mm. Dus dat gaat mij automatisch denken van ja, deze komen uit de rechtse hoek. Ja. Ze zetten een blokkade neer dat mensen hun levens in gevaar brengt. Dat is wel een extreme actie. En dan ook nog dat dus in de planning rechtsextremistische groepen samenwerkten aan dus het vormgeven. En dus ook in Dokkum waren. Waren ook mensen daar met zwaar vuurwerk dat ze wouden gebruiken waarschijnlijk op de antiracisme demonstranten. Het is belangrijk dat de media dit soort dingen in beeld brengt en niet dingen sugarcoat en zegt van oh ja, dit zijn gewoon normale burgers die voor Zwarte Piet zijn. En dat je duidelijk hem gewoon in beeld dat ze een brengt. Dubbele agenda hebben laten zien. Ja, en breng ze gewoon in beeld uit de anonimiteit. En wat je nu ziet, wat er met mij gebeurt. Ik ontvang nu gewoon doodbedreigingen. Niet alleen maar aan mijn adres, maar ook aan die van mijn zoontje van 20 maanden.
En ja, ik denk dat men, en dat er dan wordt gezegd van ja, we gaan je neersteken en dan in brand steken steken we in de brand. Je zoontje is de mijne. Ik woon ook in Utrecht. Ik ga sommige dingen niet herhalen, want het is wel best grofte berichten die ik krijg. Nee, maar dat is. We begrijpen het wel. Maar en dat er dan dat onderliggende bericht is van ja, stop. Er wordt ook gezegd van ja, je moet nu stoppen, kap ermee. En je bent geen journalist. En je weet helemaal niet waar je het over hebt. En je weet niet wie wij zijn. En dat ze gewoon niet willen dat ik dus verslag doe hiervan of deze mensen in beeld breng. Maar ja, het is gewoon belangrijk dat Nederland weet wie hier achter zit. En natuurlijk zullen er gewone normale bezorgde ouders tussen zitten. Maar burgers, dan zeg je dat niet. Maar niet allemaal. Dan zeg je dat niet. Dit valt onder terrorisme wat mij aangaat. En het was hoe het er naar uitzag. Ik kan het niet... Ik kan alleen maar beschrijven wat ik zag die dag. Is dat die mannen die onderdeel waren en één vrouw. Dat een soort van knokploeg was. En toen ik kwam daar aanrennen uit enthousiasme. Want de story was breaking. En ik zat er gewoon bovenop. En dat ze dan op mij afkomen rennen met vuisten in de lucht. En ga terug naar je eigen land. Ga terug de bus in. We gaan je in elkaar slaan. Ze waren daar niet gewoon om vreedzaam te demonstreren. En waren ook voorbereid om geweld te gebruiken tegen de antiracisme demonstranten. En toen werd er ook gezegd door de meneer op de motor. Die zegt tegen de politie als ze naar arriveren van ja, ik wil aangifte doen van doodslag. Die bus heeft me aangereden. Hun hebben die bussen gewoon gevolgd, helemaal vanuit Duivendrecht. En hij is zelf voor die bus gaan rijden en op zijn remmen gaan trappen, zodat ze zouden stoppen. Dus hij heeft een ongeluk veroorzaakt. Maar dan zegt hij tegen de politie dat als hun de buschauffeur niet uit de bus halen, dat hij zijn jongens opdracht gaat geven om dit te doen. Ik heb dit gefilmd, ik heb de beelden uitgebracht. Het is een beetje moeilijk om te horen door de wind. Maar de NOS die stond daar ook bij, die heeft het moment ook gefilmd. Maar ja, wij krijgen die beelden niet te zien. Maar ja, als mensen zulke op die manier zulke uitspraken maken, voorbereid zijn om over te gaan tot het gebruik van geweld om hun punt te maken, ja, dan ben je gewoon extreem bezig. Ja, dit is net nog een keer zeg ik, dit is terrorisme, want je terroriseert mensen. Ja. Dit is gewoon schandaal. Ja, het doel van terrorisme is natuurlijk om mensen bang te maken. Ja. En dit is echt letterlijk mensen bang willen maken. Dus dit zijn terroristen. En als ik zou me niet willen associëren met dit soort groeperingen. En dat alleen al is een reden om Zwarte Piet uit te bannen. Klopt. Dus mijn antwoord is, ja, breng hun uit de anonimiteit. Als zij achter die ideologieën zijn, de openbaarheid opzoeken door te demonstreren. Ja, dan kunnen wij als journalisten hun hun verhaal vertellen. Hun ook openbaar maken wie zij zijn. Ja, inderdaad. Dat is het beste wat je kan doen. Zodat ook iedereen kan zien waar ze eigenlijk werkelijk mee te maken hebben. En dat het niet dat onschuldige Zwarte Piet is voor onze kinderen is. De Pieten die dus in die school zijn gegaan in Zuilen, in de Circle. Een van hun heeft toen met het AD gesproken. Ik heb die man zijn naam even gegoogeld. En ik zag dat hij dus ook actief was met, of actief is geweest met Pegida Nederland. Dus het is niet gewoon ouders die zeggen, kom op, we gaan... En de mensen die afgelopen vrijdag bij Sylvana Simons op bezoek gaan geweest, dat zijn natuurlijk ook niet de gewone, normale, bezorgde burgers. Dat is ook puur ter doel om gewoon angsten te verspreiden van je houdt je mond en anders weten we je te vinden en we weten waar je huis is en we publiceren dat. Van adres openbaar gemaakt. Ja, het is puur terrorisme eigenlijk. Is het niet zo dat dit eigenlijk al een beetje onder georganiseerde misdaad gaat vallen? Want je organiseert mensen om bedreigingen te uiten en om eventueel aan te vallen. Ik ben geen jurist en ook geen strafrechterjurist. Dus ik denk dat het Openbaar Ministerie daar wat van moet gaan vinden. Dus. Ja, in mijn situatie werd dus mijn adres verspreid via een Facebookpagina. En dat werd dan, gevonden via mijn KVK-inschrijving. En ja, hoe ik dat ervaarde, werden mensen ook gewoon opgeroepen om mij lastig te gaan vallen. En ook werd er gezegd door die pagina om bij mij thuis langs te komen. Ja, en dat is een hele... Dit is misdaad. En het is georganiseerd volgens mij. Ik weet het niet, maar ik denk dat daar zo'n jurist goed naar moet kijken. En toen die pagina die het ging delen, die had me toen een ultimatum gegeven dat ik dus
delen van mijn verslag moest verwijderen van mijn site, van mijn pagina. Anders gingen ze me openbaar maken. En ik dacht, waar heeft hij Oh, vrijheid van meningsuiting. Misschien hebben ze iets gênante foto of zoiets. Wat heeft hij het over openbaar maken? Maar ja, hij bedoelde dus mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn geboortedatum. En ging toen gewoon een stapje verder door mensen op te roepen om bij ons thuis langs te komen. Ja. Ik weet niet goed wat te zeggen hierop. Ik vind dit zo vreselijk. Dit is gewoon niet normaal. En dat we dit dan onder het mom van het leuke kinderfeest allemaal gaan bekijken en uitzenden. Ik vind dit belachelijk. Dit moet gewoon een halt toegeroepen worden door de overheid. Klaar. Ja, ik vind het heel typisch. Ik ben niet de enigste die dus deze doodsbedreigingen en ook racistische uitingen worden ook naar me gestuurd. Dat ik word uitgemaakt voor nigger, kankeraap, nigger, Zwarte Piet. Maar er zijn ook activisten die krijgen deze berichten ook. Nu na dus de gebeurtenissen bij Dokkum. Maar ook in het verleden, Sylvana, het zijn niet isolated incidences. Er zijn veel mensen die dit soort bedreigingen aan hun adres ontvangen. Ja, daarom is het ook heel goed dat Sylvana verleden jaar doorgezet heeft met die aangifte. En dat er toen die rechtszaak over geweest is. Dus, ja, die 10 mensen die zijn toen, ik denk 9. Ze waren niet allemaal veroordeeld, maar grotendeels wel. Maar dan nu gebeurt dit. Mm-hmm. En van, dus het OM, die vervolgt mensen, dus ze worden veroordeeld. Maar het stuurt geen signaal af dat mensen hiermee moeten stoppen. En nu gaat iemand bij haar huis langs en maakt haar adres openbaar. Ja. Ik zit eigenlijk er zelf over na te denken. Het is vaak genoeg dat ik kijk, ik zie Thierry Baudet spreken, ik zie Geert Wilders spreken en ik denk, man, houd toch je bek dicht. Maar ik heb op al die momenten heb ik geen enkel moment bedacht van, misschien moet ik eens langs huis gaan. Misschien houdt hij dan zijn mond dicht. Het is eigenlijk, om daar in dat proces helemaal te zitten, dan moet je echt heel ver heen zijn in extremistische ideeën. Maar ja, hij heeft dus ook mensen bij hem thuis gehad, Thierry Baudet. Ja, nee, maar daarom zeg ik eigenlijk om zo'n mindstate al te hebben. Wat je eigenlijk zegt, het zijn geen gewone burgers. Je moet al heel ver heen zijn, moet je op zo'n trail terecht zijn gekomen dat je naar iemands huis stapt. Je mag het best hartstikke met elkaar oneens zijn, graag zelf. Daar zijn we in een open en volwassen democratie voor. Ja. Dat je mensen hebt die je kunt wat vinden van elkaar, maar je blijft van elkaar af, je blijft van elkaar spullen af, je doet geen doodsbedreigingen, je blijft respectvol. En in respect kun je het hartstikke oneens zijn met elkaar. Ik denk dat we even één muziekje gaan draaien. Jij hebt wat gekregen van Annabel. Ja, ik heb het binnengekregen. Dead Press, hip hop. Oké, gaan we even luisteren. Jay, Joint Radio. Yeah, Joint Radio. Het is een Joint Politics, dus Anaïs, aan jou het woord. Oké, dankjewel. Het was net even heel heftig, dus we hebben het even afgebroken. Want dit waren dingen die er verteld werden. Daar reis je haar van in de hoogte. Waar of niet? Ter bergen. Ik heb niet zo heel veel haar, maar die... Oh, sorry. die ik heb, die staan dan recht overeind. Ja. Goed, dan gaan we over naar Walter van der Kruisen. Waarom wordt in het basis- en middelbaar onderwijs nauwelijks aandacht besteed aan het koloniale verleden en immigratie? Maar wel fondsen en tijd hebben voor Sinterklaas-evenementen. Mm. Wanneer kinderen hier vroeg mee beginnen, zou veel racisme voorkomen kunnen worden. Ja, helemaal mee eens. Je moet inderdaad, sowieso moet er veel meer geschiedenisonderwijs gedaan worden. Ja. Je moet weten waar je vandaan komt. Je moet weten wat er nu gebeurt. En alleen als je je geschiedenis kent, dan weet je wat er gaat gebeuren. Geschiedenis is absoluut een van de meest belangrijke en meest ondergewaardeerde vakken die er is in Nederland. Dus ik ben het helemaal met Walter eens. Er moet veel meer aandacht zijn, juist ook aan die uitwas daarvan. Ik vind het wel leuk wat je zegt, want dan weet je ook wat er weer gaat gebeuren. Dus we krijgen nu binnenkort een omslag naar links, hè, natuurlijk. Uiteraard. En helemaal weer goede vrienden met iedereen en alles zijn. Dus dat gaat komen. Hè? Uiteraard, de linkse lente die staat voor de deur in maart. Kijk. De linkse lente, wauw. Ja. Dus. De gekleurde linkse lente, van alle kleuren gemengd.
de regenboog links. De regenboog, daar hebben we alles gehad bij elkaar. Inderdaad. Kevin, wat heb jij hierop te zeggen? Ja, het is gewoon heel erg belangrijk. Ik was onderwezen in Amerika tot we noemen het dan middle school, high school, universiteit. En dus heb wel basisschool hier in Nederland gedaan. Als ik het dan vergelijk met de situatie in Amerika en hoe wij dus wel heel veel les krijgen over heel veel informatie van het slavernij en het tot slaaf gemaakte, ja, is dat niet te vergelijken met de situatie in Nederland. En ik heb toen een keertje een test, CITO-toets gedaan online. En dan kreeg je dus geschiedenis, kreeg je vragen over de VOC en de Gouden Eeuw. Maar ja, er werd niks gezegd over van ja, wat. Ja, er werd wel gevraagd waar ze in handelden. Maar je kreeg geen vragen over Wik. En hoe zij dus in slaven handelden. En dat is gewoon jammer. Ik begrijp dat het een zwarte bladzijde is in de geschiedenis van Nederland. Dat het ook moeilijk is om over te praten. En dat misschien als door een. Dat er niet veel diversiteit is onder onderwijzers. Dat misschien onderwijzers het niet goed begrijpen of niet weten hoe ze dit aan hun studenten moeten uitleggen. Dan zouden ze dat op de PABO kunnen meegeven. Ja. Maar het is gewoon belangrijk dat mensen hier les over krijgen. En dat wij hiermee bezig zijn. Want het is onderdeel van onze identiteit. En het is juist iets dat ons samen zou brengen. Want het is een gedeelde geschiedenis. Ja, er zijn slechte dingen gebeurd. Maar dat betekent niet dat ik mijn medeburgers daar verantwoordelijk voor ga houden. Wat is gebeurd. En, zoveel jaar terug. Ja, het is niet jouw schuld. Ja. Maar ja, ik wil hier wel over praten. En ik wil hier wat mee. En geef hier les over. Zodan op die manier die ontwikkeling, die bewustwording. Dat mensen dan die links gaan leggen. Dat ze gaan begrijpen waarom als je iemand een neger noemt. Waarom ze dat niet leuk vinden. En wat dat eigenlijk echt betekent. Waarom dus die link wordt gelegd tussen Zwarte Piet. En een tot slaaf gemaakte. En ik heb dus die onderzoek gedaan over die Afrikaanse bediende. En er is een boek van Esther Schrouder. Die heeft dus onderzoek gedaan in de archieven van de Oranjes. En ik dacht voor de gein, ik ga even achter in het boek kijken of er Sinterklaas hier staat of Zwarte Piet. Ja, en dan staat op twee pagina's stond er dan Sinterklaas vermeld. Dus toen ben ik het gaan lezen. En toen stond er dus dat de Oranjes dus Sinterklaas vierden. En dat er ook kostuums werden gedragen. En dat er dus kostuums werden besteld voor Cupido en Cideron. En dat waren dus de Afrikaanse tot slaaf gemaakte, de bedienden. En toen werden die een beetje beschreven. En toen zeiden dat het pak, het kostuum was in het Turkse stijl. En dat dus op hun hoofd droegen ze een tulban. Dus toen ben ik oude foto's gaan opzoeken. Oude illustraties van Zwarte Piet. Of zelfs Jan Schenkman in Sinterklaas en zijn knecht. Tekent hij een Afrikaanse man. En ook in een soort Arabisch, Midden-Oosters lijkende outfit. En je kan dan ook andere foto's vinden of tekeningen waar dus Zwarte Piet een tulban op heeft. Dus dan, ja, voor mij is het dan zo, dan, dit is toch, zeggen in history, you don't have coincidences. Dus niet bij toeval dat dat hij er nu zo uitziet. Dat Zwarte Piet zo werd geïllustreerd, want waarschijnlijk heeft de tekenaar dat ook in zijn omgeving gezien. En misschien zag hij dus wel Cupido en Cideron op die manier verkleed tijdens Sinterklaas. Ja. En dat ze misschien niet per se dus Zwarte Piet werden genoemd. Maar ze waren toen wel de bedienden. Want ze waren ook in het echte leven bediendes. Dus, ja. Maar ja, als je dit dan probeert uit te leggen aan mensen. Dan ze willen niet naar luisteren. Nee, denk maar liedjes, niet iedereen. Er zijn wel mensen die wel willen luisteren. Maar ja, sommige veel mensen die, zeggen ik geloof het niet. Want ik ben met een stuk wat jij zegt van die klederdracht en zo. Er is een schilderij uit 1750, 1751. En er staat inderdaad zo'n klein jongetje op afgebeeld. Ja, en als je ook het Sinterklaasliedje hebt. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Ja. Nou, volgens mij geef je dan heel duidelijk aan wat de positie van Piet in zo'n geval. Pieter van Knecht. Ja. En volgens mij refereer je ook een schilderij. Het was gebruikt in een onderzoek van iemand waar ze dus uiteindelijk de conclusie trekken dat hun theorie is dat Zwarte Piet dus een afstamt van een piraat. Dat is weer een andere. Ja. Gebruikte hij volgens mij, ik weet niet of hij dus dat die schilderij gebruikte, maar dat was dat een soort van een scène liet zien dat iemand dus met een paard het centrum in kan rijden. Dat niet. Hij was bij een dame. Oké. Bij een dame aan een soort
hofjes, zeg maar, net salon en ja. zo. Het was dus okay. niet, die was het niet. Dat heb ik ook gehoord, dat verhaal. Dat zou je nu plotseling van piraten afstemmen. Ja. En ja, hij is een Turk eigenlijk. Ja, dus heb, ja, dat heb ik ook gehoord. En dat de pieten die erbij zijn, dat zijn eigenlijk kinderen die vrijgekocht zijn door Sinterklaas. Ja. Er worden allerlei verhalen omheen nu gemaakt om het eigenlijk maar goed te praten. Dus weet je, in alles staat of valt bij educatie en er moet op scholen. Moet er veel meer aandacht aan gegeven worden. Absoluut. Ik heb ook, ik zal heel eerlijk zeggen, 25 jaar geleden stond ik echt heel anders in deze discussie dan dat ik er nu in sta. Puur omdat ik in de loop der jaren bijgeleerd heb, erin verdiept heb en weet waar het voor staat. Daar leer je van. Ik heb als kind, weet je, ik ben hartstikke wit. Ik kom uit een wit milieu, een witte omgeving. Ik heb het ook gevierd als kind en ik zag er niks racistisch in. Maar naarmate je ouder wordt, ga je leren, ga je verdiepen en ga je duidelijk maken van dit kan niet meer. Ik vind het altijd een mooie quote van Mohammed Ali. Die heeft gezegd zo van, als ik hetzelfde nog steeds zou denken als dat ik 20 jaar geleden zou denken, dan had ik niks geleerd hebben in mijn leven. Mm. En daar gaat het om. Ik had er altijd een bloedhekel aan, want mijn opa was kolenman. Weet u wat dat is? Ja, dat is iemand die kolen haalde. De, met de hij had een zaak en hij verkocht kolen. En dan was hij git en gitzwart. Ja. En dan liep ik trots met opa aan de hand langs een school met kinderen. En ja hoor, Zwarte Piet, zwart. Dus ik heb er sowieso een hekel aan. Ik vind het, dus ik kan me dat heel goed ook indenken. Ik kan dat voelen omdat ik zoiets heb meegemaakt gewoon. Ja. Goed, we gaan nog even door. Marjan Boele die zei, als vrouwen niet tot actie waren overgegaan, hadden ze het kiesrecht nooit gekregen. Machthebbers geven nooit vrijwillig zonder meer hun positie op. Nou, daar hebben we het net over gehad. Ja, maar dat is, er wordt ook gezegd over de Zwarte Pieten discussie dat mensen nu pas kritiek aan het uiten zijn. Maar dat gaat helemaal terug naar 1930. Klopt. Dat mensen actie voerden, maar dus dat de actie gewoon, it's intensified. Dat dus wat we nu zien, dat mensen dus overgaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid acties. Of dat ze plekken opeisen om tussen te demonstreren. Ze nemen ruimte in tijdens dus de intocht om hun stem te laten horen. Om op die manier meer druk te plaatsen voor die verandering. Ja. Nou, jaren 90 had de actiegroep Zwarte Piet Zwart Verdriet was toen bezig met acties, zeg maar, rondom Sinterklaas. Ook volgens mij heeft Gerda Havertong heb inderdaad tijdens Sesamstraat heeft ze daarover gesproken, inderdaad. En Gilly Koster, die was vroeger ook een programmamaker en presentator. Ja. En die heeft het ook heeft hij een uitzending waar hij het ook bespreekt. En ook dus regenboogpieten introduceert. En het is, deze discussie vindt al heel lang plaats. Het is al heel lang gaande. Maak er lekker een werkgever van. En er kunnen witte mensen, mensen met een Turkse achtergrond, mensen met een Marokkaanse achtergrond, mensen met Surinaamse, Antilliaanse achtergrond, weet ik wat, een Franse achtergrond, Duits maken. Maar kunnen solliciteren bij Sinterklaas om Piet te worden. Wordt het feest ook alleen maar leuker als iedereen deel kan nemen. Kan iedereen aan meedoen. Ja. Vind je? Ja. We gaan over naar de laatste. Dat is Felix van Mol, gemeenteraadslid PvdA Montfortland. Racisme. Onbekend maakt onbemind. Vreemden zijn niet te vertrouwen. Ons volk eerst, de Nederlandse cultuur is in gevaar. Ze nemen Nederland over. Dat zijn zo'n aantal argumenten waarmee racisten komen. Gevoelens. In plaats van argumenten bepalen het gedrag van hen. Ook wordt gepoogd om vreemdelingen, en vooral als ze een andere huidskleur hebben, op hun plek, namelijk lager dan de eigen plek, in gezelschap te zetten. Dat geeft het gevoel dat men de situatie beheerst en zelf geen nadelige gevolgen door hun komst zal beleven. Mensen met een andere huidskleur kan men natuurlijk ook makkelijker herkennen en makkelijker ook de schuld geven als de eigen situatie niet goed is, dreigt te worden of denkt dreigend te worden. Vraag. Wat zijn jullie praktische oplossingen om verandering van gevoelens tegenover vreemdelingen door racisten te bevorderen? Mensen uit een andere cultuur of met een andere achtergrond. Dus met andere woorden, wat zien jullie nou als een paar praktische punten wil ik van jullie hebben? Geef die aan. Zeg, nou, dit vind ik moet gebeuren, dat vind ik. Want op die manier komen we tot een ander cultuurbeeld. Nou, elke overheidsinstantie zou sowieso echt een diversiteitsbeleid moeten hebben. Waarbij je met quota gaat werken dat alle groepen vanuit de samenleving, dat die vertegenwoordigd worden in het ambtenarenbestand. En dat geldt niet alleen voor mensen met een kleur of met een ander geloof. Maar dat gaat ook voor mensen die toevallig houden van mensen met hetzelfde geslacht. En dat geldt ook voor minder valide.
daar begin je al mee. Maar je zal maar bij de politie werken dan. Ja. Ja, als minder valide heb je dat. Maar je kan ook bij de politie achter de schermen werken. Nee, ik bedoel als andere kleurplaats hoor. Dat is hier een zwart boek gepresenteerd. Ja, klopt. Hè? Ja. Op 2 september ja. Inderdaad. Ja, waarin uit alle eenheden 26 verhalen zijn gekomen waarin verteld wordt wat er gebeurt. En als je dat leest, het is verschrikkelijk dat één iemand die noemt een voorbeeld dat hij loopt de gang naar de kantine. En er is een foto van hem waarin hij afgebeeld staat met handboeien om tralies over zijn hoofd getekend. En our monkey is in the jail. Mm. Dat is dan bij de politie. Dat zijn je collega's. Maar dat kan je alleen maar veranderen door echt die quota aan te scherpen. En dat dwingend af te zetten. En wat zo ook erg was van dat verhaal is dat hij zei van dat hij verwachtte dat iemand hem zou komen aanspreken. Van ah joh, grapje man. Is niet, is gewoon een grapje. Maar zelfs dat kwam er niet. Ja, dat is heftig man. Ja, dat is echt heftig. En dat geldt inderdaad bij de politie niet alleen voor mensen met een kleurtje. Maar er staat ook een verhaal van iemand die zich kleedde dan anders. Want die had een leren broekje aan en een shirtje met opgerolde mouwen en haars gekant. En die werd weggepest als, je bent eigenlijk maar gewoon, ik zal het woord niet noemen. Uh-huh. Je hoort hier niet in ieder geval in onze macho cultuur. Dus daar moet je mee beginnen. Quota, dat is het belangrijkste. De diversiteitsquota. Institutionele racisme aanpakken. Door bedrijven. Ja, institutionele discriminatie. Want alle discriminatie is niet per se racisme. Discriminatie kan ook gaan op mensen die een toevallig homoseksueel zijn. Nou, dat discriminatie, is discriminatie aanpakken. Ik ga weer terug op het onderwijs. Dat we naar het Koninkrijk der Nederlander. Ja, wij hadden ook wij waren ook een koninkrijk, een empire where the sun never set. En het ging helemaal van Brazilië tot Japan. En wat er is gebeurd, is dat er migratie plaatsvindt. En dat de subjects, de onderdanen, die komen richting het center, dus of the metropole. Dus die komen terug naar het midden van de empire, van het koninkrijk. En er vinden dus veel botsingen plaats met cultuur. En er zijn ook andere migratiegroepen deze kant op gekomen. Vanuit Marokko, vanuit Turkije. Ook nu vanuit Oost-Europa in verband met de Europese Unie. En ja, het is een grote taak. Maar we moeten onze jongeren onderwijzen over deze geschiedenis. Over waar deze mensen vandaan komen. We zijn allemaal Nederlander. Je moet niet getolereerd worden, maar geaccepteerd worden. En dat begint door erkenning. En dat kan via het onderwijs en het kan ook via de media. Ja, absoluut. Educatie. Ik kreeg een keer van nog vorige week de vraag van iemand. Marco, heel kort, want we gaan eruit. Dan moet je niet aan de politicus vragen om het kort te houden. Ja, uitdaging. Ik kreeg vorige week van iemand de vraag zo van, die kon zich niet voorstellen waarom Surinamers na de onafhankelijkheid uitgerekend naar het land van de slavenhouders kwamen. Dat soort dingen moet je wegnemen vanuit educatie en te vertellen waarom ze hier kwamen. Kort genoeg? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond dit een tamelijk heavy uitzending. Ik vond het emotioneel. En de dingen die verteld zijn, die zijn best wel heel erg zwaar geweest. Ik wil besproken. Mijn gasten, Marco, die van ver gekomen is, het lijkt Sinterklaas wel. Maar ik heb geen baard. Nee. Bedanken dat je hier was. We vonden het heel erg leuk en we hebben het heel erg op prijs gesteld. Ik vond het Kevin, genoeg om hier te zijn. Dank je wel. Fijn. Ik heb je ineens uit laten spreken. Zo snel wil ik nu doen. Kevin, jij ondanks alle bedreigingen en alles wat je naar je hoofd gekregen hebt, wil ik je heel erg bedanken dat je hier geweest bent. En ik zou zeggen, keep up the good work. We got you. Dank je wel. Ja, en jullie ook. Absoluut. En ik wil gewoon ook sterkte wensen aan Sylvana Simons. En ook andere mensen die dus nu al deze shit over zich heen krijgen. Hexa. En Alenda met bedreigingen. En nu weet ik wat jullie meemaken. En het is echt niet leuk. Dit kan niet. En Marco, succes met de verkiezingen in Lansingerland. Dank je wel. Gaat goed komen. Dit was hem. Yes, dit was de Joint Politics. Oh ja, de volgende is met Rico Voorberg van de Vluchtelingen. Vluchtkerk, juist. Yes. Hè? Nou, dit was de Joint Politics. Volgende week hebben we weer een artiest misschien. Of misschien een zelfstandig ondernemer. We zien het wel. Joint Radio.